In de Telegraaf een bericht over een droger voor mensen. Het apparaat heet The People Dryer en wordt getest in een verzorgingstehuis in Zwammerdam. Het is een uitvinding van de vader en de oma van een gehandicapt kind. Het apparaat zorgt ervoor dat de bejaarden en gehandicapten niet meer afgedroogd hoeven te worden als ze uit de douche komen. Het apparaat wordt voorlopig twee maanden getest. Als het een succes blijkt, dan moet het de hele wereld over. Tot zover TV West nieuws voor dit moment. Meer nieuws vindt u op onze website omroepwest.nl. En op de app voor uw mobiele telefoon of uw tablet. Natuurlijk zijn we ook gewoon te volgen via 89.3 FM op de radio. En vanavond om half zes is er weer TV West Vandaag. Voor nu wens ik u een hele fijne dag.